Goed, Bilal, je komt uh, naar ons toe in, je, in het nieuwe uittenu en je bent daar tevreden mee. Hè? Waarom eigenlijk? Ja, het is wel uh, apart en uh, misschien een keer wat anders voor Feyenoord En uh, ja, bij mij persoonlijk past het wel zo'n uh, apart kleurtje. Ja, lekker kleurrijk ook. Ja, precies. En dit is je schoenen, want daar zie ik voor mij alle kleuren van de regenboog in. Uh, ja, zoals ik net in... al zei, uh, past het wel bij mij, dus uh, ik heb me er gelijk aan aangepast. Het is, is belangrijk dat je, een, dat, je, dat je een tenue hebt waar je, je lekker in voelt. Ja, het geeft wel een bepaalde uitstraling en uh, na tegenstander ook wel. Dat uh, geeft toch ook wel wat aan uh, als team, zeg maar. Ja. En uh, ja, daar kan het team wel uh, bang voor zijn. <laughs> ja, kan je als tegenstander bang worden van een tenue, van, van een uitstraling van een tenue? Ja, ik denk als team, als je gewoon uh, een hele mooie uitstraling hebt. En uh, ja, als je kijkt naar de schoenen die uh, tegenwoordig worden gedragen, ook met aparte kleurtjes, ja, dan uh, dat geeft wel wat aan. Is het uh, moeilijk geweest de voorbije dagen om uh, je te richten op zondag in de competitie naar Tilburg, naar Willem 2 toe? Nee, het is, het is gewoon een hele leuke week geweest. Maar uh, ja, de competitie gaat gewoon nog door. Er zijn gewoon nog twee wedstrijden. En uh, de derde plek is als, uh, nog niet veilig. Dus uh, ja, gewoon op de training is, uh, is het niet echt van uh, we gaan een slap in of zo. Er wordt gewoon nog steeds hard getraind. Dus uh, bij ons is dat niet echt te merken. Nou, maar daar, daar houden zij wel rekening mee dat jullie met het hoofd ergens anders zijn. Maar, maar dat is niet aan de orde, zeg jij. Nee, zeker niet. Uh, als zij dat denken, moeten ze dat lekker doen en uh, zien we het zondag wel wat er gebeurt. Ja. Wat was het mooiste eigenlijk in de afgelopen week na nou die bekerzegen voor jou persoonlijk? Ja, natuurlijk het invallen dat ik uh, alsnog een uh, klein aandeel heb uh, kunnen aanbieden zeg aan maar, het team. En, uh, en het uh, laatste fluitsignaal natuurlijk dat uh, fijner na acht jaar weer een prijs pakt en uh, een eigen Kuip. Uh, ja, en als je daar gewoon eromheen kijkt, publiek, uh, in de stad, de mensen, de Mensen die bij, de, die bij de club werken, die hebben het gewoon, uh, gewoon verdiend. En uh, we hebben het gewoon met z'n allen gedaan. En uh, iedereen heeft daar gewoon zijn kleine aandeel bij. Ja, hoe, hoe waren de dagen na die zegen dan? Met de korting als hoogtepunt, vraagteken? Ja, ook wel. Maar uh, het is natuurlijk ook wel leuk als je met een paar teamgenoten even de stad in gaat. En uh, gewoon echt uh, het hele seizoen even eruit gooit. En gewoon, uh, gewoon even lekker uh, ontspannen. En uh, gewoon een paar dagen ook vrij gehad. Dus uh, dat is wel even lekker. Ja, nu, nu is de druk wel weg, hè? want je bent zeker van de Europa League, de, de poolfase daarvan. Ja, je speelt nergens meer voor, is dat lastig? Nou, volgens mij spelen we nog om de derde plek. Dus uh, druk uh, heb je bij elke wedstrijd, tenminste. Als je hem echt al wil winnen, dan komt er altijd wel goede druk bij kijken. Dus uh, voor mij persoonlijk uh, is dat wel anders. En uh, ja, je moet gewoon de derde plek ook veiligstellen. Als, als Feyenoord uh, zijnde moet je gewoon in de top drie zitten. Je kunt de stadgenoot Excelsior helpen hè, door daar te winnen. Uh, Willem twee een concurrent van de Kralingers. Is dat nog belangrijk voor jou? Nou, het is uh, wel leuk uh, als Rotterdam dat gewoon uh, extra club uit uh, Rotterdam volgend jaar dan uiteindelijk twee als uh, Excelsior erin blijft. En uh, <laughs> natuurlijk een uh, minder stukje reis. <laughs> ja. Nee, maar uh, het is uh, ook wel belangrijk voor Rotterdam zelf. Maar wij moeten gewoon uh, ook zondag gewoon winnen. En uh, ja, voor de rest uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit of Excelsior. Uh, het is natuurlijk mooi meegenomen, maar meer niet.